Matthew chapter 1. Matteüs 1. You know, I was thinking about how I'd start this message. Ik zat hierover na te denken hoe ik deze I want to talk about, it's a totally different message to the previous service. Het is een heel andere boodschap dan de eerste. If you are here with us in the building or if you're watching online, als je hier ergens bent of online meekijkt, we give you a really big welcome. Gaan we je echt een heel groot applaus geven. Come on, The Hague, why don't we give those online a really great welcome this morning. Laten we iedereen online even een applaus geven. This afternoon. We are grandparents, my beautiful wife and I. Zij zijn allebei opa's en oma's. In fact, oma. She is beautiful. Why don't you stand up and give us a wave. Even say staan, hi. Even welcome my bride, Valerie. Dat is Valerie. And I think we might have a photo of our grandkids up there somewhere. We hebben ook een foto van onze kinderen. Yes. Kinderen. There they are. That's Aubrey on the left, who's trying to eat something, I think. And Frederick and Montague. En Frederik en Montague. You know, it reminds you, my grandkids, whenever I see a photo of them, it reminds me of the generational importance of every day of my life right now. En elke keer als ik mijn kleinkinderen zie, dan word ik er weer aan herinnerd hoe belangrijk de generaties zijn. We had a situation where my dad turned 90 a couple of months ago. En mijn vader zelf is 90 geworden. 90 years of age. 90 jaar, een paar maanden geleden. And so four generations of Murphys came together in the one place. Dus vier generaties van mijn familie kwamen samen. No. That's not really a representation of who we are. Dat is niet echt wie we zijn. That's a better. Dat zijn wij. How many have got a little bit of crazy in your family background? Come on. Come on. If you're not putting up your hand, it might be that you are the crazy one. Als jij je hand niet in de lucht zegt, ben jij waarschijnlijk de gekke. I'm just saying. Zeg het alleen maar. We've all got a bit of crazy in our families, right? We zijn allemaal een beetje gek in de familie. Even Jesus had a bit of crazy in his family life. Zelfs Jezus had iets geks in zijn familie. Come with me to this. Kom, laten we lezen. In verse 16 of Matthew 1. In vers 16 van Matteüs 1 staat. This is the good bit, right? This is a good bit. Dit is het goede stuk. It says, and Jacob, the father of Joseph. En Jacob, de vader van Jozef. The husband of Mary. De man van Maria. Mary was the mother of Jesus. Maria was de moeder van Jezus. Who is called the Messiah. Die de Messias wordt genoemd. I mean, what a gang right there. Wat een mooie tekst. Joseph, an amazing man. Een supermooie man. I mean, he had a hard deal. Hij had een moeilijke tijd. Can you imagine? Kan je het voorstellen? Your fiance, he's engaged to Mary. Kan je je voorstellen dat je verloofde? Mary comes home dat Maria thuis and komt. Says, Joseph, I've got to tell you something. En Joseph zegt, of Maria tegen Jozef zegt, ik moet je zeggen. I'm pregnant. Ik ben zwanger. And God did it. En God heeft het gedaan. Like, ja, ja, ja. Ai, ai, ai. That's a hard one to handle. Dat is een moeilijk om even in te slikken. And then of course there was Mary, beautiful, pure Mary. En dan was er een hele mooie reine Mary. And then there was Jesus. En dan was er Jezus. What a guy. Wat een man. So this is the good bit. Dit is het goede stuk. Of the lineage of Jesus. Of de van het start van Jezus. I thought, how can I start this message? I thought one of the things I could do was read all the genealogies in the Bible. Ik dacht, ja, ik kan het op deze manier vertellen, de generatie van Jezus, maar ik kan ook heel de Bijbel voorlezen. Would that be really inspiring? Really inspiring stuff? Zou dat leuk zijn? No, I won't do that. Dat ga ik niet doen vandaag. But look up here a little further up. Maar laten we iets verder naar boven in het stuk kijken. In verse 5. In vers 5. It says Salmon. Salomo. The father of Boaz, de vader van Boaz, whose mother was Rahab. De moeder is Rahab. Boaz, the father of Obed. Boaz, de vader van Obed. Whose mother was Ruth. Wie's moeder Ruth was. Obed, the father of Jesse. Obed verwekte Isai. And Jesse was the father of King David. En Isai heeft weer koning David verwekt. David was the father of Solomon. En David was weer de vader van Salomo. Whose mother had been Uriah's wife. En wiens moeder weer de vrouw van Uriah was. Now, I don't know whether that rings a bell, but that's a pretty sketchy part of Jesus' background. En ik weet niet, het is een beetje een gek stuk van Jezus' achtergrond. Like that's our daughter, our oldest daughter is a film producer. Onze oudste dochter is een filmproducer. And I don't know much about film producing, en ik weet ook, me neither. But I do know this. I do know this. Ik weet het that, niet. You just talk amongst you. We're just going to have a chat here right now. I do know this, that at some stage in the development process, dat in één stuk in de filmproces van de filmmaker, there is a casting. Dat er een stuk gefilmd wordt. Like, have you ever done any film work? Casting. Like you get the right actors in the right place. Maybe a little bit. Have you done some modeling? Yeah. Oh, come on, let's do it.
Come on. So that you work out, the producer and the casting director works out who's going to play what part. The producer and the casting director die gaan zelf kiezen wie wat stuk gaat spelen. Now just come with me on this for a moment. Dus laten we even kijken naar dit in. Imagine there's a casting director in heaven that is casting for the lineage of Jesus. Zie het voor je, een casting director in de hemel die de hele lijn van Jezus aan het uitzetten is. And so the angels come together. Gabriel is the head casting director. Dus alle engelen komen samen en Gabriel is de hoofdcasting director. And they say, God, can we just have a, we know you're God and you know a lot more than us, but can we just have a talk about the plan here, the cast that you have laid out for the lineage of your son. En Gabriel die komt naar God toe en die zegt, hey, kunnen we niet even praten over deze gekke lijn? Van hoe het zit met like God, we love the end bit. Mary, great choice. We vinden Marie echt een goede Joseph, top. Joseph, really cool guy. Joseph past er ook precies in. Can we come up a little higher? Maar kunnen we iets verder gaan? Like I know you know stuff, God, but can we just want to. What were you thinking here? Ik weet dat u alles weet, maar like wat dacht Rahab, u? Like Rahab. En wat doet Rahab hier? Did you see her application? Heb je haar vorm wel gezien, haar sollicitatie? Like did you see what she had in occupation? Had u wel gezien wat er stond bij werk? Like she's a prostitute. Ze is een prostituee, God. Oh, of course you know that. Look, natuurlijk weet je dat wel. Like she has a red candle outside her house, not a white one. Ze heeft zo'n rode kaars, niet zo'n witte. Like God, what were you thinking? Wat dacht u op dit moment? Like Sally, who lives around the corner from Rahab, she's a checkout chick. She's really good. She goes to temple all the time. Die ene Sally die om de hoek woont, maybe, Rahab, zij is echt goed. Zij moet in het stuk staan. Maybe Salmon, the father of Boaz, whose mother was Sally. That would be good. Yeah. Yes, Salomon, the father of Boaz. No, it wouldn't be good. Okay, all right. Nee, het zou niet goed zijn. What about this one, Lord? We see down here that David was the father of Solomon. Dat David de vader van Salomo was. Now that's kind of okay. Dat is natuurlijk best okay. Now, God, we don't want to tell you what to do. We're just kind of tossing this idea around. Ja, God, we willen echt this is the lineage of your son. Maar we willen gewoon wat ideeën geven over de lijn van uw zoon. It's about Solomon's mum. Het gaat over Salomo's she moeder. She used to be married to someone else. Dus ze was eerst getrouwd met iemand anders. You know, David was looking out on the roof. He should have been at war. Ja, David ging kijken naar vrouwen, andere vrouwen. And he saw Bathsheba. En ze zag Bathsheba. Her name's not mentioned yet. That's who it was. We all know who it was. Ja, dus haar naam staat niet, maar and she was baptizing herself on the roof. En ze was zichzelf aan het dopen in het bad. Op het dak. And he thought she was very good. En David dacht, oh, dat is and een mooi meisje. It didn't end well. God, het ging niet helemaal goed. Well. Het ging niet helemaal like goed. It was adultery and murder. It was kind of messy. Het ging een beetje vreemd gaan. En Lord, moord, what we... You did that on purpose, right? U heeft dat expres gedaan, toch? Huh. Okay, guys. Okay. He wants that to... Hij wil het erin. What was God thinking? Wat dacht God toen hij dit stuk maakte? He could have chosen Sally around the corner from Rahab. Hij had Sally kunnen kozen aan de hoek van Rahab. Or Elizabeth, just up the road and the other way. Of Elisabeth, de straat verderop. She was a PA. She would have been much better. Ze was een personal assistant. She didn't commit adultery. Ze was niet vreemd gegaan. You know what this message gives us? Weet je wat dit woord ons geeft? Great hope. Echt goede hoop. Great hope. Goede hoop. It says that the mistakes and sins of your past need never dictate your generational future in Jesus' name. Het zegt dat onze zonden nooit onze hoop weg kunnen halen die we hebben met God. Every one of us has a story. Iedereen van ons heeft een verhaal. Every one of us has got a skeleton somewhere in the closet. Iedereen heeft een skelet ergens in de kast. Every now and then the old skeleton starts to rattle. En elke keer komt soms even die skelet naar boven. And God says, if you will commit your past to me. En God zegt, als jij je verleden aan mij geeft. I've already paid the price for that. Ik heb al de prijs betaald voor dat. In order to clear up your whole future. Om jouw hele toekomst schoon te maken. I want to talk to you today. Ik wil met je praten vandaag. About prophetic pivots. Om profetische draaipunten. Like you're going one way and you pivot another way. Dus je gaat de ene kant en je draait zo ook de andere kant op. You're straying away and you come back in line with God's perfect plan. En je gaat weer in lijn met Gods prachtige plan. You know, there's a fascination these days with kind of family trees and DNA. Er is iets iets geks met alle stambomen en zo van mensen. Not everyone likes to do that because you never know what you're going to find. En niet iedereen wil daarin kijken van zijn eigen familie, want je weet niet precies wat je gaat vinden. But people are getting a fascination for
what's in my past? Maar mensen die zien wel een indruk van wat in hun verleden was. Sometimes there's sketchy bits like Jesus did. En net zoiets geks als wat er bij Jezus was. You know, for some of you, you had parents that really struggled. En sommige van jullie hadden misschien ouders die het heel erg moeilijk hadden. You know, maybe for some it was alcohol. It can change with you. En van sommigen was het alcohol, maar bij jou kan het veranderen. Others it was emotional issues. Boom, it can change with you. Emotionele dingen, nog meer emotionele dingen, maar bij jou kan het weer veranderen. God has got an incredible generational future for your life. God heeft een generationele toekomst voor jou. We've all got a story. We hebben allemaal een verhaal. We've got a story. We hebben allemaal. Valerie and I, as I was saying to the first service. Valerie en ik, zoals ik ook in de eerste service verteld. We're first generation Christians. Wij zijn eerste generatie christenen. So this house is a house of grace. Dit is een huis van genade. If you're new here, als je nieuw hier bent, and you're thinking, man, I hope it's going to be okay. I hope no one will go, ah, you're not a regular. Ach, als ik mij zie, oh ja, je bent niet hier altijd. I want you to know you're loved. Weet dat je geliefd. I know the pastors of this church well, and they love you already. Ik ken de pastors. You are accepted regardless of what's going on in your world right now. En ze houden heel veel van jou en ze accepteren je. Jesus doesn't say clean your act up and then come to church. He says come just as you are. That's why I died on the cross. Jezus die zegt kom naar de kerk en ik accepteer jou. Then there was this Ruth. En dan was deze Rut hier. Boaz, the father of Obed. Boaz, de vader van Obed. Huh. Whose mother was Ruth? Wie's moeder Rut zou zijn? Whose mother was Ruth? Moeder was Rut. Obed. Obed. Obed was the fruit of Boaz and Ruth. Obed was het vrucht van okay. Boaz en Rut. As you just see it there, it's like, oh yeah, oh, it's a dad and a mom, and they had Obed. Zoals een senior, een vader en een moeder, en ze hadden Obed. You know. But one of my favorite verses in the whole Bible. Een van mijn leukste, mooiste teksten in de Bijbel. Is Psalm 100 verse 2. Is Psalm 100 vers 2. Which simply says. Wat simpel zegt. Serve the Lord with gladness. Dien de Heer met vreugde. Have a look at is that what your Bible says? Kijk even in de Bijbel, staat dat er ook? Some it might say worship the Lord with gladness. En sommige teksten staan misschien zelfs aanbid de God met vreugde. It's like come on, which one is it? Wat is het nou? Welke van de twee? Translators, you had one job, just to translate it right. Vertalers, jullie hadden één taak, gewoon het goed vertalen. Is it serve? Is it worship? Is it worship? Is it serve? Is het aanbidden? Is het dienen? Well, what I do know in the original language, wat ik wel weet, it's the word Obed. In de originele vertaling staat er Obed. Which actually means both. Wat eigenlijk allebei betekent. It means both serve. Het betekent dienen. And worship. En aanbidden. Worship. Aanbidden. And serve. En dienen. So when you serve God. Dus als je God dient. Hey, time out. Let me just commend every one of you. Als ik even iets tegen jullie allemaal mag vertellen. That is leaning in to help make this place great to the glory of God. Aan alle mensen die deze plek van God maken. You serve on teams. Jullie dienen in teams. You attend Connect life groups. Je gaat naar Connect groepen toe. You give. You pray for your leaders. Je geeft en je bidt voor je leiders. Thank God for you. Dank God voor jullie. You're not content just to sit back. Jullie zitten niet zomaar naar achter. To sit on your bottom. Gewoon op je billen zitten. You've risen up. Jullie zijn gaan staan. And you say, how could I not rise up with all Jesus has done for me? En je zegt, hoe kan ik niet staan met alles wat Jezus voor mij heeft gedaan? And when you serve, it's an act of worship. En als je dient, dan is het weer een act van genade. And when you worship, it's an act of service. En als je aanbidt, dan is het weer dienen. So that looks pretty pedestrian, pretty ordinary. Het ziet er best gek uit, het is origineel. Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth. Boaz en Ruth en Obed was de kind. Yeah, let's look at the story. Laten we verder naar het verhaal kijken. Let's look at the story. Come with me to Ruth chapter 1. Laten we naar Ruth vers 1 kijken. Let me just give you a bit of a back up a little bit and give you a bit of the story. Laten we een beetje van het verhaal bekijken. So the story goes that there's a lady by the name of Naomi. Er is een vrouw als Naomi was haar and naam. And her husband's name was Elimelech. En zijn haar man was Elimelech. I like saying that. Elimelech. Elimelech. Ik hou ervan om het te zeggen. Everyone say Elimelech. Iedereen zegt het. Elimelech. Elimelech. It sort of rolls off the tongue, doesn't it? Het rolt een beetje van je tong. Elimelech. Elimelech. I just like saying it. I'm going to keep saying it. Elimelech. Ik hou ervan. So Naomi and Elimelech. Dus Naomi en die Elimelech. They actually Elimelech. 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 Okay.
Naomi and Elimelech, they went from Bethlehem. Dus Naomi en Elimelech gingen van Bethlehem. And they actually came. They went to Moabite territory. Gingen ze in vijandig terrein. Because. Omdat. There was famine in the land. Omdat er ontucht, moord was. There was absolute no food. Hongersnood. Er was no helemaal food. Geen eten. Famine. So they went down to the Moabite territory, which was the enemies of Israel. Dus ze gingen naar het vijandige, de Moabieten. And they took their two sons. Dus ze namen hun twee zonen mee. Chilion and Mahlon. Chilion en Mahlon. And they met two Moabite girls called Orpah and Ruth. Dus ze ontmoeten deze twee vijandige vrouwen eigenlijk, Moab of Rut. Now tragedy hit the family over a decade. En toen kwam er iets in de familie. Elimelech dies. Elimelech ging dood. Leaving Naomi with her two sons and their wives. En toen liet ze Naomi met haar twee zonen en dochters achter. 10 years later, the two men die. So there were 3 women left. En later ging ook haar twee zoons dood. Dus alleen de 3 vrouwen waren over. Now back in the day, if women were by themselves, then they're not going to do good economically. Dus vroeger was als vrouwen alleen waren, zaten ze economisch niet goed. Very different to the 21st century. Again, this is not PC in our current situation, but that's what it was like back then. Tegenwoordig is het heel anders, maar vroeger was het wel zo. And in fact, one of the greatest emancipators of women was actually Jesus. En een van de grootste vrouwen-emancipators was Jezus. He caused great freedom to come to the hearts of women. Die gaf heel veel vrijheid aan de harten van vrouwen. But going back in the Old Testament, it was not good if you were left alone as a woman. Was het niet goed als je alleen werd gelaten als vrouw zijnde? So they had economic destitution. Dus ze hadden economische achterstelling. Emotional depression. Emotionele depressie eigenlijk. And spiritual deprivation. En spirituele uitlatingen. They were down for the count. Ze waren helemaal uit het spel. It was a tough situation for them. Het was een moeilijke plek voor die vrouwen. So Naomi has an idea. Dus Naomi heeft een idee. She says, I'm going back up to Bethlehem. Terug naar Bethlehem. And come along. So they're walking up to Bethlehem. Dus ze gaan naar Bethlehem. Just out of town, she changes her mind. Dus net buiten de. She says, I'm going to Bethlehem, but I recommend you stay and go back to Moabite. Dus ze zegt tegen haar schoondochters, ga jullie maar terug. En ik ga wel alleen naar Bethlehem. You could meet a couple of good Moabite boys and they'll look after you. And I'll be looked after by my family up in Bethlehem. Dus gaan jullie maar jongens daar zoeken en ik ga wel naar mijn familie terug. She doesn't say it once, ze zegt twice, het niet 1 keer, 2 keer. 3 times. She says it 4 times. Ze zegt het 4 keer. So right now, I want you to get this picture. Dus ik wil even dat je dit voor je ziet. Orpah and Ruth. Orpah en Ruth. They have a decision to make. Die moeten een keuze maken. Orpah, who thinks logically. Dus de andere dochter die een beetje logisch denkt. Makes a lot of sense. Ja, het is op zich wel logisch. It's logical. Het is logisch that's my family back there. Mijn familie is daar verderop. I used to have a friend back in high school. And he's still around and he's still single. I might go and be with him. Hij is nog single. Ik ga wel met hem leven. And so she kisses her mother-in-law and goes back. Ze zegt haar schoonmoeder gedag en ze gaat terug naar haar eigen plek. She makes a prophetic pivot. Ze maakt daar een profetische draaipunt. Away from the God of Israel. Weg van de God van Israël. Ruth on the other hand. Ruth daarentegen. Says these very powerful and quite famous words. Zegt deze krachtige woorden. Ruth says, don't urge me to leave you or turn back from you. Bemoedig me niet om te draaien en weg te gaan van jou. Where you go, I'm gonna go too. Waar u gaat, ga ik ook. Where you stay, I'm gonna stay. Waar u blijft, ga ik ook blijven. Listen to this. Your people will be my people. Uw mensen zullen ook mijn mensen zijn. And your God will be my God. En uw God zal ook mijn God zijn. Many commentators would say that was the moment that Ruth did a prophetic pivot and was actually converted. En veel mensen zeggen dat Ruth dat moment was dat ze eigenlijk voor God koos. Because she chose not just the logical path, she chose the prophetic path towards God. Ze koos niet het logische pad, maar het pad naar God, het profetische pad. She was very kind to her mother-in-law. Ze was heel erg aardig tegen haar schoonmoeder. She stuck by her mother-in-law. Ze bleef bij haar schoonmoeder. Even going into foreign territory up in Israel. Zelfs als ze uit haar eigen land moest naar Israël. God backed her in that. God die gaf haar hulp in dat moment. So again,
Once she makes that fundamental decision, toen ze die ene fundamentele keuze maakte, not to go away but to go forward, niet om weg te gaan maar om voorwaarts te gaan. One of the things that the enemy loves to do is to dislodge people from church. En wat de vijand leuk vindt om te doen is om mensen weg te halen van de kerk. And it's almost always in my experience of 36 years for the wrong reason. En het is eigenlijk in mijn ervaring van 36 jaar altijd vanwege de onjuiste Someone keuze. Gets hurt and they go, "Oh, I gotta leave." En iemand die raakt gewond en denkt, oh, ik moet weg. They're all nasty in that church. There's no love in that church. Er is geen liefde in deze kerk. And often they take that prophetic pivot away. En dan nemen ze dat profetisch draaipunt en gaan weg. Come on. When you're with people, whether you're in church or not, stuff happens. Als je met mensen bent in de kerk of buiten de kerk, dan gebeuren dingen. The Bible says, when two or more are gathered, you will be offended. Als er twee of meer staat in de Bijbel, dan word je beledigd. It doesn't really say that, but that's what happens. Staat er niet precies, maar het gebeurt wel. In fact, if you've never been offended in City Life Church ever, als je nog nooit beledigd bent in deze kerk, at the end of the service, come up to me, I will offend you naar mij and give you an opportunity to overcome the offense. En dan kan je daar ook overheen stappen. It's people, friends. It's what happens. Het zijn mensen. Dat gebeurt gewoon. We get so precious. We worden gewoon zo zacht. It's like, come on. There's a mission. There's a kingdom to follow. Er is een koninkrijk om te volgen. We can't just be guided by our emotions all the time. We kunnen ons niet laten leiden door onze eigen emoties. Oh, I feel better having said that now. Ja, ik voel me ook beter als ik dat gezegd heb. So here's what happens once Ruth turns her head prophetically to move toward the God of Israel. Dus dit is wat er gebeurde toen Ruth haar hoofd draaide naar Israël. They cruise into Bethlehem. Dus ze liepen daar Bethlehem binnen. And people go, Naomi, you've come zeggen, back. Naomi, je bent teruggekomen. She said, don't call me Naomi. Dus ze zegt, noem me niet Naomi. Call me Mara, which means bitter. Noem me Mara, dat betekent bitterheid. She was not having a good day that day. Ze had geen goede dag vandaag. Now imagine. Ruth had to put up with that. Ruth moest daarmee omgaan. She had to bear the burden of Naomi's bitterness at that moment. Ze moest Naomi haar bitterheid verdragen. So guess what? God's grace will extend at times even with our emotional ups and downs. En God die zet zelfs dan zijn hand uit om die bitterheid te verstaan. Watch what happens. Kijk wat er gebeurt. They happen to go into Bethlehem. Ze gaan naar Bethlehem toe. It happened to be harvest time. Het was nou toevallig net oogsttijd. She just happened to go to Boaz's field. En ze zou net toevallig naar Boaz zijn veld zijn gegaan. Boaz just happened to be a close enough relative to reconnect with Ruth and redeem her. En Boaz was net toevallig weer net dichtbij genoeg in de familielijn om te connecten met elkaar. Boaz just happened to be walking on his field at that time. Boaz liep dan weer toevallig op het veld op dat moment. He just happened to see her. En toevallig zag hij haar. He just happened to go va va voom. She's beautiful. Zag hij, woo, woo. Zij is mooi. So she starts gleaning. It's like a beggar. She was begging in a sense. Dus zij was eigenlijk aan het bedelen. They used to reap the field, but leave the corners unreaped. Dus ze gingen altijd het veld maaien, oogsten, en dan lieten ze altijd de hoekjes staan. They didn't have a social security system. Ze hadden geen hekken eromheen staan. So those that were poor would pick up the pieces and take it home. Die gingen naar de hoeken and beat it into flour or whatever. En die gingen dat thuis vermalen. Think about it. Dus denk hierover na. She made the big prophetic pivot. Zij maakte dat grote profetische draaipunt. Even to her own sacrifice. Zelfs met haar eigen offering. And from that moment God goes bang 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 bang. So many things. Vanaf dat moment ging God bam 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 bam, zoveel dingen. Boom 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 boom. Boom 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 boom, zoveel dingen. Woep 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 woep. Woep woep woep. All of that stuff happened. Alles gebeurde. In response to her making the fundamental pivot. Op antwoord dat zij draaide. Nice turn. Thank you. To follow the God of Israel. Om God te volgen. Now I wonder what prophetic pivot God is wanting you to make. Ik vraag me af wat God verdrijpend voor jullie heeft. Are there times when
you're dry on the inside. Zijn er momenten dat jij droog bent van binnen? When you started following Jesus, there was a fire on the inside. Toen je God begon met volgen, was je vol met vuur. But then you got busy. Maar toen werd je druk. Then you got distracted. Toen werd je afgeleid. Then you got offended. Toen werd je beledigd. And all of a sudden, your heart—you're still here, and we're delighted you're here. En je bent hier nog wel, maar. If you're watching online, we're delighted that you're watching online. We zijn heel erg blij dat je er nog steeds bent, ook zelfs online. But it's really important to get to a local church. Maar het is wel belangrijk om naar een kerk toe te gaan. Some of you might be sick and so forth, and we are so blessed to be able to bring this service to you. Sommigen die online kijken zijn misschien ziek en we zijn echt blij dat we deze dienst naar jullie kunnen brengen. This is a word for someone watching online. En er is een woord voor iemand die online kijkt. But this is an excuse to cover up a hurt that the reason you don't go to church, then come on, God wants to help you with that. Als de reden is dat je niet naar de kerk gaat is omdat je pijn hebt, kom dan wel. So once she made the big pivot. Dus toen Rut dit mooie draaipunt maakte. Just like when you make the big pivot. Net zoals als jullie dat ene profetische draaipunt maken. It just so happened. God will order circumstances to support your future. God zal de hele omgeving laten draaien zodat het jou zal helpen. So Naomi has an idea. Dus Naomi heeft een mooie idee. She says, "Hey, here's what you're going to do." Dus hier, dit realizing gaan we doen. That Boaz is really liking Naomi. En Naomi had door dat Boaz heel erg Rut erg leuk vond. She says, "When tonight, later on tonight. Vanavond, iets later vanavond. After he's had all his food and his belly's full. Als hij helemaal vol zit. And he's had some wine and he's very happy. En hij heeft wat wijn en hij is gewoon heel erg gelukkig. And he lays down to go to sleep. En hij gaat liggen om te gaan slapen. Sneak onto the threshing floor. Ga dan naar zijn vloer toe. Uncover his feet. Maak dan zijn voeten onder de dekens vandaan komen. And lie down at his feet. En ga bij zijn voeten liggen. And this happened. En dit gebeurde. This happened, boys and en girls. Dit gebeurde, dames en heren, meisjes en jongens en meisjes. Story time with Uncle Mike. Verhalen tellen met Uncle Mike. So he wakes up because his feet got cold. Dus hij wordt wakker omdat zijn voeten koud zijn. Ha! Who's there? Wie is daar? It's Ruth. Het is Ruth. Now that, though that's a weird way to propose. Dat is wel een gekke manier om. Ladies, te vragen. I don't suggest you do that tonight. Vrouwen, doe dat niet vanavond. You might get arrested. Je wordt misschien gearresteerd. But back in the day, that maar was like her proposing to him. Was het haar vragen om te trouwen aan hem? And so he then asked for her to marry him. En toen vroeg hij haar om te trouwen. They got together. En ze kwamen samen. And they had Obed. En ze hadden Obed. So think about this for a minute. Als kind. Dus laten we hier even nadenken. The one who was gleaning in the field. De ene die aan het bedelen was op de grond. She saw herself as a pauper. Ze zag zichzelf als een arm iemand. She was a beggar. Ze was een bedelaar. She was just picking up the scraps. Ze pakte alleen de laatste stukjes op. Then Boaz said to her. En toen zei Boaz tegen haar. Come and eat at our table. Kom en eet bij onze tafel. So the one that was begging got a seat at the table. Dus degene die aan het bedelen was, had in één keer een plek aan de tafel. Of his field and property. Van zijn veld en zijn eigendom. When she married him, toen ze met elkaar trouwde, she not only got a seat at the table, kreeg ze niet alleen die plaats aan de tafel, she got to be owner of the table and owner of the entire field. Werd ze eigenaar van die tafel en het hele veld. But imagine if she'd never allowed her mindset to be big enough to walk into that. Maar stel je voor als haar gedachten nooit groot genoeg had gemaakt om dat veld binnen te kunnen lopen. Some of us, sommigen van ons, are still thinking like paupers and beggars. Denken nog steeds als arme bedelaars. We come to God as if he's an ogre. We komen naar God alsof hij een ogre is. Oh God, please. Oh God, alsjeblieft. Can you just give me something to eat? Geef me iets om te eten. Imagine if our son Ryan is 32. Onze zoon, stel je voor, hij is 32 Imagine jaar. Imagine if Ryan says, Daddy. Stel je voor, vader, alsjeblieft. Can I have a drink of water? Mag ik wat water van u? You are a co-heir with Christ. Jij bent een heerser met God. You're no longer a beggar. Je bent niet langer een bedelaar. Think about this, Boaz was from Bethlehem. Boaz was van Bethlehem. Jesus! Was from Bethlehem. Jezus was van Bethlehem.
Boaz was the redeemer. Boaz was de aflosser eigenlijk. Ruth was the outsider, the foreigner. Ruth was degene die de buitenstaander. She was destitute and could not redeem herself. Ze kon zichzelf niet verbeteren. Can you see what's happening here? Ja, kun je zien wat er gebeurt? Boaz is a type of Christ. Boaz is een soort Jezus. From Bethlehem, van our Bethlehem, redeemer, onze verlosser, takes us from being a pauper to being a prosperous owner. Van een bedelaar naar een eigenaar. God is looking after your generational dream. God kijkt en zorgt voor jouw droom. Because he has got a generational dream over your life. Want hij denkt aan jouw generatieslange droom. When you bring together the redeemer, want als je de verlosser brengt with the outsider, met de buitengelaten, like Christ can come to us, net zoals dat Christus bij ons komt, and we come together, en wij komen samen, the fruit of that, the natural overflow, de vrucht van dat, is Obed, diening en aanbidding, a desire to worship and serve, en serve and worship, om te aanbidden en te dienen. Back in October last year, in oktober vorig jaar, I felt God really challenge me. Voelde ik dat God mij uitdaagde. Like I was reading my Bible. Ik las de Bijbel. And I was praying. En ik bad. But I felt the Holy Spirit say, "You don't worship me anymore." Maar ik voelde dat de Heilige Geest tegen me zei, "Je aanbidt niet meer." I'm like, God, that's not true. Maar ik dacht, God, dat is helemaal niet waar. Like, did you see me last Sunday? Zag u me niet laatste zondag? I was worshiping really loud. Ik was heel erg I've only got two volumes, really loud or off. Ik heb twee volumes. Anyone else like that? Uit. You are really loud. Anders, die ook heel come luid on, is. Be honest. Tell the truth and shame the devil. Yeah. Come on. Yeah. I see that hand. Is there another? Nog één daar. God, I was worshiping loud. My hands were up. I'm singing at the top God, of my voice. Ik sprak zo ongelooflijk hard. Ik zong aan de top van mijn volume. And I felt the whisper of the Spirit. En ik hoorde de Heilige Geest fluisteren. You don't worship me anymore when there's no one around. Jij aanbidt me niet als er niemand om je heen staat. And he was right. En hij had gelijk. So I did something about it. Dus ik ging er wat aan doen. I reordered my playlist. Ik had mijn playlist op Spotify aangepast. I realized when I looked at my playlist, it was very old. Als ik naar mijn playlist keek, dacht ik, ja, die is like the newest one was Shout to the Lord. Oh. Het laatste, oudste nummer. Of clearly, nummer, I hadn't curated that recently. Dat had ik vaak beluisterd. So I got some great new worship songs. Dus ik had heel mijn afspeellijst aangepast. And pretty much every day, spend just the first 10, 15, this morning about an hour, just worshiping God. En dus ik ging elke dag gewoon alleen de eerste 10, 15 minuten God aanbidden. Ah, I can't tell you how amazing it is to start the day opening your heart up to the living God. Ik kan je niet vertellen hoe mooi het is om je dag met God te beginnen. You say, but I'm not a good singer. Maar je zegt misschien, ik God ben helemaal doesn't niet een goede hear zanger. Me sing. God wil niet. No, not true, not true. Dat is niet waar. Between earth and heaven, there's an auto-tune. Tussen aarde en de hemel zit een soort van een autotuner tussen. And he listens to the beauty of your heart. En hij luistert naar de schoonheid van je hart. Something powerful. Valerie's brother, Valerie haar broer, James. Jim. He edited Jim. Valerie's book. Hij is een boek van Valerie. He was a wordsmith. He had a master's of English. Hij was echt een woordenman. Hij had literature guy. Engels afgestudeerd. Hij was literatuurgast. And he got a brain tumor. En hij had zo'n breintumor. And very quickly it started to get into his speech center. En toen kwam het ook in zijn spraak. So here's this man that was articulate, a wordsmith, could not even put two words together. Het was echt een man die alle woorden wist en kende en ze uitsprak, maar op dat moment kon hij niet eens twee woorden uitspreken. And he'd get frustrated. En hij was erg gefrustreerd. He'd say in the morning, couldn't get words out. Hij zei goedemorgen en toen kwam er niets verder uit. I said, Jim, are you okay? En ik zei, Jim, gaat het met je? I said, Jim, and I wouldn't normally do this on a Sunday morning. En ik zou dit normaal niet op een zondagmorgen doen. The Bible speaks very clearly about a language that God gives us in the Spirit. En de Bijbel die zegt heel erg duidelijk over Bible taal van de Bible calls it speaking geest. In tongues. Noemt het tongentaal. And I said, Jim, can you still pray or praying in the Spirit? Jim, kan je nog steeds in tongentaal praten of bidden? Now remember, he can't put two words together in English. Dus hij kan geen twee Engelse woorden spreken. And he says, yeah.
Maar. And so he starts to pray in the spirit. He's going off. Hij gaat as his los. Spirit is communing with God. Als zijn geest met God aan het praten is. This spirit realm is very, very real. Deze geestelijke wereld is It's nothing heel to be ashamed of. Het is ook je niets om voor te the schamen. Holy Spirit of God wants to empower you to get into the presence of God every single day. Hij wil je de kracht geven om elke keer in de aanwezigheid van God te zijn. I remember one day, he was out on the veranda, out on our balcony. Ik herinner me één dag, ergens op het balkon. And the door was open. En de deur was open. And he was praying in the spirit and worshiping God. En hij was in de spirit en de geest aan het bidden. Remember, he couldn't put two words together in English. Hij kon geen twee Engelse woorden. Or Dutch or Indonesian or anything. Of Indonesisch of een andere taal. And he's going off. En hij worshiping gaat maar door God in the spirit. In het tongentaal spreken aan de God. And I was just listening and then all of a sudden here's what I heard. En ik luisterde en dit hoorde ik. He starts allemaal gelachen. Bursting out laughing. Hij begon te lachen. I said, God, what was that? En ik zei, God, wat was dat? And it just felt like it was like he got so close to the heart of God. En dat was het moment dat hij zo dicht bij de hart van God was. God just got a big bucket of joy and poured it all over. Het God een grote emmer met vreugde over hem heen. In the presence of God is fullness of joy. In de aanwezigheid van God is alleen maar. And so I started worshiping Jesus again. Dus ik begon ook met Jezus weer. And that opened up to a new challenge in the Word. En er kwam weer een nieuwe uitdaging in het woord. And I was in on Manhattan in Lower East Side, Valerie and I were. En ik was in Manhattan in Amerika. And God just challenged me. He said, get some sandwiches, some really like a high class sandwiches, 10 of them, and give them out to the homeless. En God die daagde me uit van haal sandwiches of broodjes en deel ze uit aan mensen zonder huis. I said, God, really? And it was freezing cold. Het was ongelooflijk koud. So I got a bunch of these really high class deli sandwiches. Dus ik had echt die high class sandwiches. And it was verkocht. Freezing cold that day, so much so the homeless had disappeared from the street. Het was zo ongelooflijk koud dat zelfs de mensen zonder huis niet meer op de straat waren. And I'm looking, we're looking, we can't find any homeless people. En ik zocht rond, maar kon niemand Finally, vinden. Finally, someone who remotely looked like they could have been homeless. En toen zag ik iemand die misschien wel een man zonder huis had kunnen zijn. Want a sandwich? En ik vroeg haar, wil je een broodje? Said, sure. En die persoon zei ja. And then someone else came over. And they looked homeless, and they had a. So I've got eight iemand, to go. En er was weer iemand die leek ook op een man. Keep walking. Finally, en I've got geven, two geven. To go after about 45 minutes. I'm freezing cold. Dus ik had het ongelooflijk koud en ik had maar twee broodjes weg kunnen geven. And there was this guy. En er was deze man. He had a singlet on. En die had een mooi pak aan. And he was in a gated park. En hij was in een afgesloten park. And he's doing these ones. En hij is zo aan het boksen, zo met een hemd zat hij aan. He wasn't exercising. En hij was niet aan het oefenen. It was pretty clear that he had some mental illness. He had some issues. Hij was een beetje psychologisch niet helemaal goed. And so I quickly crept up and I said, "Hey buddy!" En ik kwam rustig dichterbij. Hey vriend. Through the bars. door achter het hek vandaan. Chicken. Een beetje als een kip. Hey, you want a nice sandwich? Wil je een lekkere sandwich? He came across like this. En hij kwam zo sluipend naar me toe. And he snatched the sandwiches. En hij pakte die broodjes. And then he looked back. En hij keek terug. And he said, "Thank you very much." Dank u wel. Heel erg. Bedankt. Thank you very much. Dank u wel. He said, "I love you." Ik hou van u. To me, naar mij, it was not the voice of a homeless man. Was het niet meer de man van een zonder huis? It was the voice of Jesus. Het was de stem van God die tegen me sprak. That was not about homeless people. Het ging niet meer om mensen zonder huis. It was about my hard heart. Het ging om mijn harde hart. Here's my point. Hier is mijn punt. When you open your heart to the Obed of worship. Als je hart opent naar Obed van aanbidding. It leads to the Obed of service. Leidt het naar de Obed van dienen. And obedience to God. En aan God luisteren, naar God luisteren. Many of you have prophetic pivots that God's saying, "Come on. Come on." Veel van jullie hebben van die profetische draaipunten. Align your heart to my purpose. Lijn je leven met het doel van God. There's no greater prophetic pivot. Er is geen groter, mooier draaipunt. No greater one. Helemaal niets groters. Than getting your life right with Jesus. Dan je leven goed krijgen met God, recht krijgen met God. Either for the very first time. Voor de eerste keer. Or coming back into that sweet spot. Of dat je weer terugkomt. And I promise you today,
En ik beloof je vandaag. Jesus is looking right into your eyes. Dat Jezus je regelrecht in je ogen aankijkt. And deep into your soul. En je ziel naar binnen kijkt. And he's not doing this. En hij doet niet zo. He's saying, I love you. Hij zegt, ik hou van je. I love you. Ik hou van je. And he wants to roll the red carpet of grace. En hij wil out under your feet. De rode loper van genade voor je uitleggen. So where do you stand with Jesus today? Dus laten we allemaal staan voor Jezus vandaag. No, no, sorry. Stay. Where do you stand for Jesus? Waar sta je voor Jezus vandaag? Where are you at with Jesus? Waar sta je voor Jezus vandaag? If you can't honestly say, up in the balcony there. Als je niet eerlijk kan zijn, ook daar boven het balkon. If you can't honestly say, als je niet eerlijk kan zeggen, that you know, all is well with your soul. Dat je weet dat het goed is met je ziel. We're going to pray a prayer just in a few moments. We gaan zo een gebed bidden met elkaar. That you might step back in, or for the first time, the beauty of what it is to know Jesus. Dat je weer terug mag komen bij de mooiheid, de goedheid. Those down here on the floor, those watching online. Deze die hier beneden zitten of online kijken. In a moment I'm going to get Bart to pray along with you. Op een moment ga ik bidden met elkaar. But I want to know who we're praying for. Maar ik wil weten voor wie we bidden. Come on. I want you just to close your eyes right across the house. Laten we allemaal onze ogen dicht. You can do this online as well. Just close your eyes right where you're at. Doen. If you're driving a car, don't do that. Als je in een auto zit, doe dat dan niet, maar. I'm going to simply count to three. When I hit three, everyone who says, Michael, pray for me, include me in this prayer. I want you to lift your hand confidently and boldly in the air. En ik stel zo tot drie. En steek dan vol overtuiging je hand de lucht in. One. Eén. Jesus Christ died on that Roman cross. Jezus is aan dat Romeinse kruis overleden. To take the full punishment of your sin and mine. Om jouw volledige zonde op zich te nemen. So that we could be forgiven. Zodat wij vergeven konden worden. So that forgiveness is available to you today. En die vergeving is voor ons ter beschikking. So that your past need never impact your generational future. Zodat ons verleden onze toekomst nooit zou beïnvloeden. Two. Twee. The Bible says today is the day of salvation. De Bijbel zegt vandaag is de dag van redding. When you hear his voice, don't harden your heart. Don't diss him or push him aside. Als je zijn stem hoort, verhard dan niet je hart. Gooi hem niet aan de kant. But respond to him. Maar beantwoord hem. In a moment. In a moment. When I say three. Als ik drie zeg. Everyone that says, Michael, pray for me. Iedereen die zegt, Michael, include bid voor me in this prayer. I want you to confidently, boldly lift your hand. Steek dan je hand op. Steek dan je hand. If that's you right now, als dat jij dat bent, lift it up. Three, all over the house. If allemaal that's you, je hand in de lucht. Yeah, many hands. Ik many zie veel hands. Handen, heel veel handen. God bless you up in the God balcony. Zegen, ook daar boven yes, op het balkon. Yes, ja, yes, ja, ja. Yes. Ja. Yes, I see that wow. Hand. Over the back there, four ik or five, ook, daar six vier, vijf, hands down the front here. Hiervoor ook a bunch heel veel. In the middle there. Heel veel in het midden. God bless you. If that's God you and you haven't raised your hand, bent, but you want to lift it up right now. Lift it up right now. Thank you. Thank you. Yeah, God bless you up there. Dank I see je. That hand right at the very back. God bless. Mooi, zegen. Up in the God balcony, there's others. I believe the Holy Spirit is speaking ook to you. Op balkon, yep, I saw that hand go meer. Up in another. Ik zie nog meer handen. Many, many people are wow, responding. God bless you, sir. Okay, hier, others, voor. If you haven't raised your hand, lift je it up right now. Let God steek be God in your life. Laat God he, wants, God zijn in jouw leven. He wants you to do this prophetic pivot as he calls you to himself and watch what happens as you do. Hij wil jou dit profetische draaipunt laten bereiken en kijk wat hij dan daarna met jou gaat doen. City Life, why don't we give God praise for every single one Laten of those God people? Aanbidden. Come on, alles, come on, why don't we thank God? Why don't we thank God for Laten every single one that's responding to him right die zijn now? Hand heeft opgestoken. I'd like you to lead people, but in just a prayer of acknowledging Jesus and that prayer of salvation. Ik ga een gebed leiden, een gebed van redding. Bid me maar na, ik zal het gewoon voordoen en jullie bidden me daarna. Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. Ik sta hier vandaag voor u. En ik sta hier voor het profetische draaipunt. En ik ga de richting op die u voor mij heeft. Ik ga mijn doel weer rechtzetten met uw doel. Dus Heer, ik wil u vragen. Wilt u mij vergeven? Wilt u mijn beste vriend zijn? Wilt u mijn vader zijn? En ik hou van u, zoals u ook van mij houdt. In Jezus' naam. Amen. Amen en amen. Come on, one more time. We're nearly done. We zijn bijna klaar.
There are those of you right now. Er zijn de mensen hier in de zaal. Your relationship with Jesus is intact. Je relatie met Jezus is wel intact. But God's putting His finger on something in your life. Maar Jezus legt je zijn vinger op iets in jouw leven neer. It really is dominating your thinking. Het gaat echt door je denken heen. Submitting that to Jesus. En dat ene deel aan Jezus geven. Is another form of a prophetic pivot. Is ook een profetisch draaipunt. And some of you right now are feeling the heat of what I'm saying. En sommigen voelen die warmte over hetgene wat ik zeg. You say, what thing? You know exactly what I'm talking about. Je weet precies waar we het over hebben. I promise you this. Ik beloof je dit. As you bring that under, als je dat naar the authority of Jesus, de autoriteit van Jezus toebrengt. Repent, which means turn around if you need to do that. Dat je het zegt, dus dat je omdraait. And say, Holy Spirit, I need your help. En dat je zegt, Heilige Geest, ik heb uw hulp nodig. You just watch what God does. Kijk dan wat Jezus doet. You cannot obey God. Je kan God niet. And not see the blessing of God. Je kan niet naar God luisteren en de zegen ervan ontvangen. It'll just happen to happen to happen to happen as God lays things out for you. Als je God gehoorzaamt, dan zal die grote dingen voor je doen. Come on, be courageous. Kom op, wees moedig. Make that prophetic pivot today. Maak die profetisch draaipunt vandaag. To align yourself with God's purpose and plan. Zodat jij weer recht staat met Gods doel en Gods plan. Come on, in Jesus' name. Kom op, in Jezus' naam. Amen. Amen. Thank you for receiving God's word today. Dankjewel dat jullie Gods woord hebben ontvangen vandaag. Amen.